Waarom Patty Braart's hereniging met moeder niet lang mocht duren. Het coronavirus heeft een verdrietig gevolg voor Patty Braart. De presentatrice was eindelijk herenigd met haar moeder. Nu kunnen ze elkaar alsnog niet zien, geen contact hebben met een familielid is Patty niet vreemd. Ze spreekt dochter Priscilla al jaren niet, en ook met haar eigen moeder was ze gebrouilleerd. Sinds kort heeft ze weer contact met haar moeder, maar de hereniging was van korte duur. Door COVID-19 mag Patty haar moeder voorlopig niet bezoeken, verdomde virus. Vandaag gaat mijn broer Dennis voor het raam zwaaien van het verzorgingstehuis waar onze moeder zit, laat de presentatrice weten. Want nou waren we eindelijk weer zo lekker bij elkaar, zit dat verdomde virus er weer tussen. Ze sluit af met een bemoedigende boodschap. Houd moed lieve mama, jij zei mij altijd eerlijk duurt soms zo lang. Maar uiteindelijk het langst. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.